Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo allemaal. Mijn naam is Eowyn Curry en ik geef op de oneven weken de les moeiteloos leven op de bewustzijnsschool van 1:30 tot 3:00 op de vrijdag. Ik teach daar de 5 beginselen van groei. In de andere podcast kun je hier meer over te weten komen. Het eerste beginsel van groei is niet voor niets de eerste en ook echt de allerbelangrijkste. Zonder deze is het onmogelijk om de rest van de beginselen toe te passen. Het gaat namelijk over verbinding. Verbinding met jezelf, verbinding met elkaar en verbinding met de natuur. Om verbinding met jezelf te maken, zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. En vandaag wil ik met jullie in een meditatie de verbinding met je eigen kindsdeel laten maken. Voor sommige mensen is dat een moeilijke en verdrietige gebeurtenis. En toch zal je merken dat wanneer je erop concentreert en mee bezig gaat, dat je altijd iets hebt gedaan als kind waar je helemaal jezelf kon zijn. Aan het einde van deze meditatie zal ik je daar een aantal tips over geven. Voor nu mag je rustig gaan zitten op een bank of een stoel. Zorg dat je goed met je voeten op de grond zit. Staat. Zorg dat je goed tegen de leuning aanleunt en dat je handen rusten op je schoot. Je hoeft niet helemaal rechtop te zitten. Zit maar zo ontspannen mogelijk. En dan mag je nu je ogen sluiten. Terwijl je je voeten voelt op de grond en de grond onder je voeten. Wees je maar eens helemaal bewust van je voetzolen. Voel je je voetzolen vanaf je hiel, in het midden, tot aan je tenen. Misschien kun je zelfs elk teen afzonderlijk voelen. En hoewel dat helemaal niet nodig is, voel hoe de voeten steeds zwaarder op de grond worden. En voel nu ook het puntje van je grote tenen. Concentreer je maar op het puntje van je grote tenen. En geef dan je aandacht aan je kuiten. Zorg dat ze ontspannen. Je schenen en je knieën. Je dijen. En voel hoe je zit op de stoel. En hoe je dijen en zitvlak in je rug de stoel raakt. En hoe de stoel jouw rug en zitvlak raakt. En voel hoe deze jou ondersteunt en draagt. Hoe de aarde weer de stoel draagt. En haal dan even diep adem naar je buik. In en uit door de mond.
En visualiseer je dan dat je met de uitademing steeds een beetje meer loslaat. In door de neus naar de buik. En uit door de mond. Nog één keer. In door de neus naar de buik. En uit door de mond. En voel hoe je bij elke uitademing steeds een beetje meer ontspant. Dieper en dieper. En voel je schouders steeds meer ontspannen. Je armen worden zwaarder. En je nek en hals ontspant zich. En je kaken mogen een beetje hangen. Ze hoeven niet op slot. Voel hoe je voorhoofd ontspant. En je wenkbrauwen ontspannen. En je hele gezicht, je wangen en je neus, je jukbeenderen ontspannen zich. En dan ontspan je ook je ogen. Door al je spiertjes rondom je ogen los te laten. Je schedel helemaal te ontspannen. En ook alle spiertjes in je ogen helemaal ontspannen. Zodat je ogen rustig in je ogen kunnen ronddobberen. En je hersenen zich helemaal ontspannen. Waardoor alle organen in je lichaam zich helemaal ontspannen. En alle bloedvaten. En voel dan het kloppen van je hart. Kun je hem voelen? Waar voel je hem kloppen? In je borstkas? Of in je keel? In je voeten of je handen? Of misschien helemaal niet. Weet dan dat die klopt. En adem rustig door. In naar je hart en uit door je lijf. In naar je hart en uit door je lijf. Zodat je helemaal stil en kalm wordt. Alleen jij met het kloppen van je hart. Diep binnenin jou, in jouw eeuwige stilte. Adem in naar je hart en uit door je lijf. En nu je hier helemaal en totaal ontspannen bent, ga dan eens terug naar het allereerste moment wat je je maar kan herinneren, waarin je intens gelukkig was. En waar voel je dat? Herbeleef dat moment en voel in je lijf. Waar voel je dat intense geluk? En wat voel je in je lijf? Voel je de warmte door je gezicht, bij je hart of in je buik? Kijk eens of je dat gevoel groter kan maken van het intense geluk. En kijk eens of je dan terug kan. Door dat gevoel sterker te maken, komen er misschien nog meer herinneringen boven. Adem in door je hart en uit naar je lijf.
Misschien zit er nog wel een moment daarvoor in je tijdlijn dat je zo intens gelukkig was. Of dat je zorgeloos en lief aan het spelen bent, helemaal in je eigen wereld als kind. Kijk eens, kan je helemaal terug? Terug naar het moment wat jij je kan herinneren, wat je allereerste herinnering is. Wat is je allereerste herinnering? En het eerste wat in je opkomt is meestal het juiste. En misschien is het iets wat je helemaal niet verwacht. En de allereerste herinnering kun je dan voelen wie je bent. Adem in door je hart en uit naar je lijf. Naar dat allereerste moment wat je je kan herinneren. Voel je hoe je je voelde. Als kind ben je nog zo dicht bij je werkelijke wezen, omdat we alle waarden en normen van toen nog niet opgedragen hebben gekregen. Wij zijn nog wie we werkelijk zijn. En door terug te gaan naar deze tijd, naar deze allereerste herinnering, kan je terughalen hoe je je toen voelde. En breng je jezelf naar je diepste wezen van wie we werkelijk zijn. I am. Adem in door je hart en uit naar je lijf. En als het je niet lukt om bij deze eerste essentie te komen, ga dan terug naar het moment wat je je wel kan herinneren, waar je intens gelukkig was. En maak dat gevoel sterker. En mocht je zijn bij dat allereerste moment en je diepste essentie voelen, merk dan op: waar voel ik dit in mijn lijf? Hoe voelt dit? Heb ik gloeiende handen? Voel ik mijn gezicht? Voel ik mijn voeten op de grond? Neem dit helemaal in je op. Maak het sterker, maak het aanwezig. Adem in door je hart en uit naar je lijf. Wees bij deze allerdiepste essentie, waar alleen maar liefde is, vreugde en blijdschap. De zorgeloosheid van een kind. En neem dit gevoel weer mee naar boven, mee terug naar het hier en nu, zodat je haar bij je kan dragen de rest van je dag. Adem in door je hart en uit naar je lijf. En neem haar mee terug naar het hier en nu. Voel je voeten op de grond. Voel de temperatuur van de ruimte op je huid. Voel de stoel onder je zitvlak en tegen je rug. En maak langzaam weer bewustzijn in je lichaam door je vingers en je voeten een beetje te bewegen. De energie langzamerhand helemaal door je lichaam te laten stromen. En als je het prettig vindt, dan rek je je even uit. En pas als je voelt dat je helemaal geïntegreerd bent naar deze ruimte, naar deze plek, naar het hier en naar het nu, open je rustig je ogen.
Het deel van ons wat diep in ons verborgen zit. De essentie van wie we werkelijk zijn. Dat is wat mij betreft wat het betekent om verbinding met jezelf te maken. En met alles wat is. En als kind hebben we nog niet veel geconditioneerde denkpatronen. En kunnen we heel dicht bij dat diepste wezen zijn. Het is een oefening. En als je nog niet bij die eerste herinnering bent gekomen, dan geeft dat helemaal niks. Als jij het gevoel van blijdschap en geluk hebt kunnen oproepen, dan is dat al een hele sprong vooruit. Het is een oefening. En sommige mensen worden heel verdrietig ervan. En zullen misschien tijdens de meditatie een verdrietige herinnering hebben gehad. Dat is oké. Ook die mag er zijn. Ik hoop dat je je emotie hebt kunnen laten stromen en laten gaan. Zodat daar een beetje heling is gebracht. De tip voor vandaag. Schrijf in je notebook of op een blaadje. Schrijf eens op. Wat deed je nou eigenlijk het allerliefst als kind? Of je je jeugd nou prettig was of niet, er is altijd iets geweest. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het altijd fijn vond om op muziek te dansen. Of je vond het heerlijk om te zwemmen, om met dieren te zijn of in de natuur. Merk op dat wanneer je begint met schrijven, je op steeds meer ideeën gaat komen. En waarom is dit nou zo belangrijk? Om dus tot die diepste essentie te komen van jezelf. Als je erachter kan komen wat je als kind het allerliefst deed, dan kan je die namelijk ook nu toepassen in je leven. Het is niet moeilijk, maar je moet het wel even doen. Dus pak een pen en papier, vanavond of nu, en schrijf op wat deed je nou het allerliefst als kind. Deed je graag in bomen klimmen? Of vond je het leuk om te vissen? Speelde je het liefst met poppen of met auto's? Of vond je het leuk om te knikkeren? Elk kind deed wel iets wat hij of zij leuk vond. En dat maakt het even niet uit wat je allemaal hebt meegemaakt in je jeugd. Natuurlijk, dat mag er ook zijn. Maar we vergeten daarom heel erg snel dat wat we werkelijk leuk vonden, dat dat er ook was. En daar zou ik graag de aandacht op willen richten. Dus begin vandaag nog met een lijstje. En dan de tip is na dat lijstje om elke dag iets van dat lijstje toe te passen. Ja, elke dag. Het hoeft maar heel even, 5 minuten. En als je dat dus elke dag even doet, maak je connectie met jezelf en met je diepste essentie. Dat was mijn tip voor vandaag. Dit was Eowyn Curry. Ik geef les op de Bewustzijnsschool op vrijdag van 2:30 tot 3:00 met de les Moeiteloos Leven. Tot ziens en bedankt voor het luisteren.